Hallo allemaal, ik heb weer een klein nieuw albumpje gemaakt met de Zutter Bind It All binding. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te kijken. En dit papier heb ik gemaakt met één blokje van dit papier, van My Mind's Eye, Find Your Wings and Fly. Van één blokje en één 12x12 vel. En meer niet. Dus dat hebben we dus dit geworden. Een leuk klein albumpje. Niet te groot. Ja, hij is echt. Ja. Meer kan je ook niet maken met één paperpad. Het binding all system met de Zutter gemaakt. Ik heb er wat seam binding aan gebonden voor de zijkant. Toch een beetje op te leuken. De voorkant. Daar zit een doily. Kaartjes, een bronzen embellishment, daar heb ik fun op gemaakt, toch wat bloempjes, I love bloempjes. De achterkant is hetzelfde, maar dan zonder de versiering. En we gaan snel naar de binnenkant. De eerste pagina hebben we een simpele pocket gemaakt en daar heb ik een klein mini dagboekje in gemaakt met bijpassende van de clearstamps dingen. Maar deze heb ik uitgeprint. De eerste pagina heeft een simpele flip naar boven. Magnetisch. En in plaats van een foto een simpele pocket ingemaakt met een kaartje. En hier zit een grote tag in. Met een bronzen embellishment heb ik daarvoor gebruikt. Achterkant heb ik zwart gelaten. En de volgende pagina is een swing tag. Die gaat zo open. Naar rechts hebben we een pocket. En die gaat ook nog naar links open. We hebben links ook een kleine pocket gemaakt. En in het midden heb ik een plaatje neergedaan. En daar kan je het dan toch ook weer iets achter stoppen. En die gaat met de swing tag weer dicht. Dan gaan we naar de volgende. Dit is een hele makkelijke. Daar heb ik een pocket gemaakt door een stuk uit te snijden. En daar past dit kaartje weer in. En hier zit ook weer een grote kaart in. En naar de volgende pagina hebben we gewoon drie kleine pockets in gemaakt, waardoor je weer drie hele kleine leuke en seam binding aan gemaakt. En die gaan zo terug erin. Lekker klein. In die mini pockets. De volgende pagina is een envelop pagina. Die gaat open met een touwtje. En dit is de klep, die gaat omhoog. Sky. En daar zit een kaartje in. En in de binnenkant zit. En hier kan je ook weer een kaartje achter doen. En die gaat weer met het touwtje zo dicht. En hierachter zit ook weer een kaart. En dan de ene laatste pagina. Dit is magnetisch. Die gaat naar rechts en die gaat naar links. En in het midden hebben we een kleine simpele pocket gemaakt. En de laatste pagina hebben we een kleine pocket gemaakt door een snee erin te maken. Ook weer een leuk kaartje erin. Zoals jullie zien is dit van een 12x12 papier. En hier zit de laatste tag in. En zo hebben we, zo komen we op het einde van ons kleine album. En dit is dus echt gemaakt van één paperpad. Één paperpad en één vel.
30 bij 30 centimeter, 12 bij 12 inch. Dit waren 24 sheets, dus 24 vellen, 15 bij 15. En daar kun je dan toch nog wel zo'n leuk klein album van maken. Er zit verder niet heel veel extra papier bij, als alleen het papier. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vinden jullie het zo leuk en willen jullie het ook maken? Ik heb hier een tutorial van gemaakt. Dus check de volgende YouTube filmpjes en daar staat alle uitleg. Maar kunnen jullie het zelf ook maken? Wel, geen enkel probleem. Hoef je die niet te kijken. Maar misschien vind je het. Ik vind het wel een lachwekkend filmpje geworden in ieder geval. Nou, thumbs up. En till next time. Tot de volgende keer. Bye bye.